Galerie Verborgen Parels verhuist weer naar een nieuwe, leegstaande woning in de Amsterdamse Marathonbuurt. Elena Kravchenko zette de galerie op om de buurt tijdens de ingrijpende renovatie te verlevendigen en om de bewoners elkaar te laten ontmoeten. Met de Betere Buurtprijs voegden ze daar een buitenexpositie aan toe. Het is de meest geliefd werk, denk ik, want ik hoor de meeste mensen over de poezen spreken. Ook mensen die niet van de kunst houden. Dat werkt altijd goed. Ja. Ik ben halve eigenaar van het restaurant. Ja? Is er niet blij mee? Nou, die kwam naar buiten en die zei: zo, ik heb een brief ontvangen dat hier kunst komt hangen, maar dit is geen kunst, toch? Het zijn 4 grote banners, 2x3. En in elke banner 2 foto's verwerkt van verschillende kunstenaars. En dit is een raam van onze eerste galerie. Het raam van de eerste galerie? Ja, na de renovatie. En hier aan de overkant hangt er ook nog een? Aan de overkant is de bel of de knop voor een deur open te maken van de tweede galerie in Sportstraat. Tijdens de opgang, ze waren heel blij mee. Nou. Ja. Kunst in de Marathonbuurt. De galerie Verborgen Parels heeft de Betere Buurtprijs van Ermere gewonnen. Ze wil met haar exposities de Marathonbuurt tijdens de verbouwing mooier maken en positieve kanten van deze verbouwing laten zien. De parels komen ook in zicht, hè? Kijk, Noor en Alexander, ja, die kennen we uit de buurt. Maar dat ze, we hadden nog nooit hun werk gezien. En dat is het leuke van deze tentoonstelling, dat het nu in beeld komt van wat ze kunnen doen. En zeker die schilderijen en de foto's van Alexander. Ja, ik denk echt, het waren verborgen parels, maar ze zijn nu niet meer verborgen. Gevonden parels. Ja. Wel leuk om te horen, hè? Ja, zeker. Maar ik hoor inderdaad van, nu is dit 4e galerie. Ik hoor heel vaak in de buurt bij mensen, van mensen, dat ze dat heel leuk vinden. Daarom doe ik dat nog steeds. Op verborgen parels 4. Ja. Yeah. 4. Ja. Ja. Proost.